Hoi allemaal, hartelijk welkom voor weer een video over 3D printen. Vandaag een keer niet eentje met een onderwerp over de printer of over de software, maar eigenlijk een keer iets heel anders. Want ik ben toch altijd wel benieuwd hoe iemand nou aan het 3D printen is gekomen. Ik ga in deze video even vertellen hoe dat bij mij gegaan is. Kijk, ik ben een internetmens. Ik kijk heel veel op Google, ik kijk heel veel video's op YouTube en ik heb hele brede interesses. Daarbij ben ik natuurlijk ook tegen 3D-printen aangelopen. En niet alleen dat, de firma waar ik werk, daar zijn een tweetal collega's die zich ook met 3D-printen bezighouden. Eén van de twee, die doet dat zakelijk en die spreek ik niet dagelijks. De ander echter wel, die spreek ik bijna dagelijks. Tenminste, als ik werk. Überhaupt, bij het kijken van video's over 3D-printen was mijn interesse al gauw gewekt. Ik vond het een techniek die waanzinnig was. Daarnaast werd ik natuurlijk bevlekt door de collega waarmee ik regelmatig spreek over 3D-printen. Deze jongen, die bouwt zelf ook 3D-printers. En dan niet een kit, zoals mijn Prusa ook een kit is. Maar die bestelt losse onderdelen. En hij houdt van kwaliteit en daardoor maakt hij ook kwalitatief hoge printers. Toch was er iets wat mij tegenhield. En wat mij tegenhield, dat was eigenlijk van wat ga ik nu eigenlijk doen met een 3D-printer? En in hoeverre kan ik dan de kosten van die 3D-printer voor mezelf verantwoorden? Nou, dat alles bij elkaar, dat proces heeft bij mij 3 jaar geduurd voordat ik zo ver was dat ik eindelijk een besluit wilde nemen over het kopen van een 3D-printer. Dus in die 3 jaar had ik natuurlijk fases waarin ik niet met die 3D-printer bezig was in mijn gedachten, want ik had er geen, hè, maar ik was er niet mee bezig. Maar ik had ook fases dat ik 2 maanden aan 1 stuk alleen maar filmpjes en video's keek over het 3D-printen. Of websites bezocht daarover. Het heeft me geholpen, dat kan ik je vertellen. Omdat ik in die 3 jaar natuurlijk heb leren kijken naar wat is belangrijk en wat is niet belangrijk. En waarop te letten als ik een printer koop. Nou had ik 1 probleem. Ik dacht van mezelf dat ik niet zo technisch was. En dus wilde ik eigenlijk überhaupt, als ik mijn eerste printer zou kopen, dat dat geen kit was, maar gewoon een kant-en-klare printer. Maar zoals al gezegd, 3 jaar lang was ik met mezelf in gevecht. En dan vooral over het feit van wat ga ik daar nou eigenlijk mee doen? Wat ga ik printen? En soms dan had ik 5 ideeën, dan dacht ik van nou, dit ga ik printen en dat ga ik printen. Soms ook maar 3. En dat was natuurlijk een reden voor mij om het erg lang uit te stellen. Tot ik uiteindelijk vorig jaar 2017 in de zomerperiode, ik alweer met de gedachte speelde, ga ik het nou wel doen, ga ik het nou niet doen. Ik had ook een leuke printer gezien waarvan ik dacht, deze wil ik wel hebben. Dat was overigens de Renkforce RF100. En toen gebeurde er iets op de camping waar wij waren. Onze hond, al in de eerste week, die scheurde zijn knieband af. Dit was overigens de 2e keer al. Maar het zorgde ervoor dat wij ruim een week te vroeg van vakantie terug moesten keren, omdat de hond geopereerd moest worden. Ja, dat frustreerde mij wel een beetje. Dat kan je je misschien wel voorstellen als je een jaar lang hard werkt en je moet dan je vakantie afbreken. En dat is het moment geweest waarop ik mezelf beloond heb met die 3D-printer te kopen. Dus na 3 jaar wikken en wegen heb ik die 3D-printer gekocht. En eigenlijk vind ik dat nog steeds belangrijk dat het op die manier gegaan is. Want ik zie soms mensen die kopen in een opwelling in die 3D-printer en dan gaan ze 3D-printen, althans ze willen ermee gaan beginnen. En ze lopen tegen problemen aan, allerlei problemen, omdat ze simpelweg niet op de hoogte zijn van wat er nou eigenlijk allemaal speelt rondom dat 3D-printen. Ik heb daar een hele serie over gemaakt van waar moet je aan denken als je gaat 3D-printen. Nou, daarnaast, dat je de Engelse taal machtig bent, een superbelangrijk verhaal als je met 3D-printen bezig bent. Maar goed, het leverde dus op dat ik in augustus 2017 mijn eerste printer kocht. Dat was de Renkforce RF100, een kant-en-klare printer met een relatief klein bouwoppervlak. 10 bij 10 bij 10 centimeter. Desalniettemin, ik heb die printer heel veel gebruikt. Ik heb hem maar 3 maanden gehad, want na 3 maanden ging die stuk. Ging de voeding kapot. En nou kwam deze toestel kwam van een firma in Nederland. Een
Nou, ik wil het niet een betrouwbare firma noemen. Het is niet de firma van mijn plezier. Maar het is wel een firma waar je in elk geval je klacht neer kunt leggen. En dat heb ik gedaan. En ik mocht de printer terugsturen. En ik dacht zelf dat dat ter reparatie was. En, dus ik heb hem in november vorig jaar teruggestuurd naar de firma in kwestie. Maar vervolgens kreeg ik een mailtje van dat ik met uiterlijk 2 weken zou horen wat er zou gaan gebeuren. Maar vervolgens hoorde ik niks meer. En na een week of 6, 1 december, heb ik maar eens besloten om maar eens te mailen met ze. Van joh, waarom hoor ik nu eigenlijk niks meer? En tot mijn verbazing vertelde men mij toen dat ze het geld simpelweg hadden teruggestort. Alleen dat was mij nog niet opgevallen. Ja, aan de ene kant baalde ik als een stekker, want ik had geen 3D-printer. Terwijl ik in die 3 maanden juist ontdekt had dat 3D-printen dus echt iets voor mij was. Want het bleef niet bij die 3 dingen die ik de ene keer wist en de andere keer die 5 dingen. Ik maakte print na print en de ene keer was het iets wat ik zelf ontworpen had om iets te repareren. Binnen mijn bedrijf of privé. Maar de andere keer waren dat dingen die ik leuk vond of ik ontworp iets gewoon omdat ik dat mooi vond of weet ik wat dan ook. En toen had ik dus geen printer meer. Het heeft mij er in elk geval toe aangezet, want ik had in die 3 maanden al wel besloten dat ik met 1 jaar een andere printer wilde hebben. Ik wilde een printer hebben die groter bouwoppervlak had, ook wat betrouwbaarder was. En mijn keuze was gevallen op een 2-tal mogelijkheden. De Creality CR10, een hele bekende printer, en de Prusa i3 MK3. Nou, als die Prusa duurder dan die Creality en... Ja, nou wil het toeval dat ik een eigen bedrijfje ook heb. Ik werk niet in dat bedrijfje in de zin van dat dat echt mijn brood verdienen is. Maar ik verdien daar wat extra's en dat gaf mij de mogelijkheid om bij dat geld wat teruggestort gelegd werd, daar een x-bedrag van uit de firma te halen en daarvan mijn Prusa te kopen. Echter, er zat een wachttijd op die Prusa en die wachttijd was 1 maand of 4. Dus ik kreeg hem pas in april en dan ook nog precies in het weekend dat ik zeg maar op familiebezoek met mijn vrouw was in Oostenrijk. Precies in dat weekend werd nog eens een keer die Prusa geleverd. En dat was een kit, want mijn collega dus, waar ik veel mee praatte over 3D-printen, die had mij gezegd, en ik ben het daar enorm mee eens. Hij zegt, koop nou een kit. Hij zegt, je bent echt technisch genoeg. En het voordeel daarvan is dat jij straks precies weet hoe jouw printer in elkaar steekt. En wat je los moet halen om te repareren. Bovendien... En dat is uiteindelijk ook waarom ik die kit gekocht heb. Ik ben natuurlijk gaan kijken op het internet van als ik nou die handleiding van die Prusa erbij pak, hè, kan ik dat ding dan zelf bouwen? Zou dat moeilijk zijn? Als ik dat lees, zijn er dan dingen bij waar ik van twijfel? En natuurlijk waren er fases in die bouwen waarvan ik dacht van nou, dat kan nog wel eens een lastige zijn. Maar het was voldoende goed gedocumenteerd om te zeggen van ik ga hem gewoon kopen in de kitversie. Want het scheelde ook nog eens een keer bijna €300 om dat te doen. In april heb ik dus die Prusa binnengekregen. En ik heb hem ook gebouwd natuurlijk in april. Ook daarvan heb ik een hele serie met video's online staan. En inmiddels ben ik gewoon een hele trotse bezitter van die Prusa i3 MK3. Ik zeg niet dat er nooit wat mee is. Want met elke printer is wel eens wat. Het gaat nooit 100% goed. Maar het is een werkpaard. Het is een super werkpaard. Hij maakt fantastische prints. En als je er voorzichtig mee bent, en ik ben er echt voorzichtig mee, dan voorzie ik eigenlijk voor onze prachtige toekomst weggelegd. Ondanks dat ik na een paar jaar best wel weer een keer wat nieuws zal kopen. Maar deze Prusa, daar ben ik wel trots op. Dit is even mijn verhaal, hoe ik aan 3D-printen ben begonnen. Ik ben eigenlijk ook benieuwd naar jouw verhaal. Misschien kan je dat in de comments down below, oftewel onderin zetten. Ben ik wel benieuwd hoe jij aan printen bent begonnen. Ja, ik weet het. Veel mensen zie ik die dan een Anet kopen, een goedkope printer. Ik hou dan toch iets meer van meer kwaliteit, maar wel zelf gebouwd uiteindelijk. Iedereen die een printer koopt, zeg maar, en die dat ook bewust doet en die op een goede manier met 3D-printen aan de gang gaat. Het maakt niet uit of je een Anet koopt of een Prusa, als je maar plezier hebt. En bovendien... Je moet hoe dan ook toch aan de slag met die printer om iets moois te maken. Ik wou het daarbij laten voor vandaag. Ik ben benieuwd naar jullie verhaal over hoe jullie met 3D-printen zijn begonnen. En nou ja, we gaan het zien, denk ik dan. Niet? Tot de volgende keer. Doei!